Hallo, hallo, hallo. Ja. Ik maak het in het algemeen zeer goed. Ik ben de laatste rechte aanloop naar een première en dat is spannend, maar dat zorgt voor een geestig adrenaline niveau ook. Ik bereid me voor door me te douchen, door stemoefeningen te doen. Allemaal dingen waar je lichaam wel opgepepter van wordt, een beetje een hyperversie van hoe ik normaal ben. Om een voorstelling te maken heb ik nodig tijd, afzondering, concentratie en een publiek om te zoveel tijd. Dus ik merk dat ik heel hard op een fout spoor kan zitten en van zodra dat ik het voorleg aan het publiek, dat ik snap van oh nee, dit klopt helemaal niet. Of daar zit ergens een adertje waarop ik kan gaan doorzoeken. Soms ga ik ook om van alles afgesloten te zitten, ga ik op een wei zitten. Ik heb een weitje gekocht samen met vrienden en daar moet ik ook voortwerken omdat het een bepaald moment zal beginnen regenen en tegen dan wil ik klaar zijn. Wie van jullie is er gesteriliseerd? Steek even in de hand op. Ik kreeg vroeger les van een Indische prof en die zei over karakter zeer goede dingen. Die zei van, dat is eigenlijk een eenpansgerecht. Je kunt niet proberen om daar nog iets uit te halen, want dat zit er al allemaal in. Het enige dat je nog kunt doen is nog dingen toevoegen. En daar kun je wel de rest van je leven mee bezig zijn. Ik maak het omdat ik het heel graag maak. En het is wel door de jaren wat veranderd. In het begin was het omdat ik het graag wou maken en dat was het enige. En ik denk ook omdat ik heel graag in de belangstelling wou staan. En de laatste jaren is er ook wel bijgekomen omdat er bepaalde dingen zijn die ik graag wil vertellen. Dus ik denk dat er iets meer inhoud bijgekomen is, toch? Jij moet leren kappen in de badkamer terwijl dat ik erbij ga. Dat is een teken van ontspanning. Dat klinkt gemakkelijk, maar ik heb daar serieus wat moeite mee. Dat kan ik u verzekeren. Ik zat in het begin te duwen. Ik dacht dat het op een wilskracht kon. Ja, amai, nee. Er komt namelijk veel uit het persoonlijk leven, maar ik vind het ook niet. Goh, dat is niet zeer interessant hoe waar het is of hoe waarheidsgetrouw in de zin van hadden die een dag effectief een gestreepte boxershort en zoals dat je vertelt. Doe je even het raampje naar beneden, papa? Kun je het raampje even naar beneden doen? Of het knopje deblokkeren zodat ik het raampje naar beneden kan doen, papa? Doe je even het. Ik vind het interessanter of het voor andere mensen waar kan aanvoelen, dus dat het te herkennen is als menselijk gedrag.